Hebben jullie ooit al eens een hotel gekend waar de heksen in wonen? Wel, ik soort van. Ik heb er een fantastisch boek over gelezen dat jullie zeker ook eens moeten proberen. Het boek waarover ik het heb, heet Het Heksenhotel. Het gaat over een meisje genaamd Laura, die op vakantie is naar Ierland. Ze gaat met haar vader en met haar kleinere zusje. Haar moeder gaat niet mee, omdat haar ouders net gescheiden zijn. In hun hotel verblijven een paar bijzondere mensen, waarmee Laura het wel al snel kan vinden. Ze beleeft er heel wat spannende momenten, zoals het nachtelijke maanfeesten of de heksenkring die elke maand plaatsvindt. Ze merkt echter dat er meer aan de hand is. Enkele bizarre zaken trekken haar aandacht. En sommige leden reageren soms heel vreemd op haar vragen. Wat is er toch aan de hand? Wilt ze wel zelf nog een heks worden? Of gebeuren er nog allemaal geheimzinnige dingen? Laura, een van de hoofdpersonages, voelt zich heel snel thuis in het hotel. Ze krijgt de nodige aandacht die ze thuis nooit heeft gekregen. Hierdoor is ze heel beïnvloedbaar. Zou dit wel de juiste keuze zijn geweest voor haar? Anna van Praag, de auteur van het boek, heeft al 17 kinder- en jeugdboeken geschreven. De verhalen die zij schrijft zijn meestal wel fantasie. Maar de basis waarop het verhaal altijd steunt, heeft zij of een van haar kennissen zelf meegemaakt. Tot slot geef ik dit boek een dikke 9. Het is een heel goed boek als je van fantasie houdt en als je je helemaal kan inleven in verschillende boeken. Je geniet helemaal van het verhaal en je wilt op sommige momenten gewoon zelf een heks worden. Waarom ik zo van dit boek heb genoten, is vooral omdat het een geheimzinnige kant heeft. En het is een heel magisch boek. Ben je nu zelf nieuwsgierig geworden naar het boek? Wil je zelf helemaal worden meegesleurd door de positieve en negatieve kanten van magie van het geheimginnige verhaal? Wel, dan raad ik je zeker het Hekshotel aan.